Thomas heeft een behoorlijke kluif aan de schuur van de familie van Hassel. Dit moet een multifunctionele, maar vooral ook gezellige familiekamer worden. En zeg je gezellig, dan zeg je natuurlijk licht. Nou, net heb je gezien dat je van koper hele leuke lampen kan maken en een beetje verf. Maar van eikenhout gaat het dus ook. Want ik ga namelijk een lichtbox maken. Dus gewoon een eikenhouten omlijsting met acrylglas, verlichting erachter. En dan kan je allemaal leuke spreuken erop zetten. Dat pak je gewoon heel simpel in elkaar schroeven. Maar belangrijk is wel dat je dit hout voorboort. Het is eikenhout, het is natuurlijk hard. Doe je dat niet, gaan er twee dingen verkeerd. Sowieso gaat die schroefkop nooit helemaal netjes het hout in, want het is gewoon te hard en het gaat splijten. Dus voorboren en soevereinen. Dan nu. De voorkant, wat ik al zei, wordt van acrylglas en de achterkant is gewoon van dun triplex. Dus ik heb hier een aanslag nodig waar ik het tegenaan kan lijmen. Dat zijn gewoon deze vuren latjes. Dus die zaag ik op maat en die schroef ik dan zo net een centimeter terug aan de binnenkant vast. Als de schaaflatten eenmaal op maat zijn gezaagd, kan je deze bevestigen op de eikenhouten ombouw door ze vast te schroeven. De achterwand, goed, die is vrij dun. En hier kan ik natuurlijk nooit meer verlichting aanschroeven. Dus ik heb hier nog een latje, die lijm ik erop. Dan heb ik wat meer vlees om het vast te zetten. Het resterende stukje schaaflat van 65 centimeter bevestig je met lijm in het midden van de multiplex plaat. En daarop bevestig je dan het TL-balkje. Schroef nu de achterplaat vast op de rand van de schaaflatten. Doordat je hier schroefjes gebruikt, kun je het makkelijker openmaken als de TL-bak vervangen moet worden. Door een nerf in het acrylglas te maken, kun je het eenvoudig breken. Deze plaat lijm je vervolgens met transparante lijm aan de ombouw vast. Oké, dan de volgende, de letters. Dus ik heb hier transparante kabelgootjes. Die plak ik hier. En dan komen er twee in het midden, want daartussen kan je dan mooi je letters schuiven. Ja, als ik zo'n plek had als hier met zo'n hobbyruimte, dan zou deze tekst ook zeker goed bij mij staan. Ik vind hem goed gelukt.